De opkomst van Bill Clinton in Amerika, de eerste Golfoorlog, de introductie van de euro, de uitbreiding van de EU met vele nieuwe lidstaten. Paul Snijder doet er voor het journaal verslag van. Echt waar, hij is klasse. Maar de basis voor de brede kijk op de wereld wordt hier gelegd, in de Haagse Fahrenheitstraat. Leuk. Iedere dag na het eten de straat op, hier gewoon spelen. Er stonden toen absoluut niet zoveel auto's. We konden hier gewoon stoepranden, zoals dat heette, met die bal op je stoepbrand gooien. Tollen, knikkeren, we deden alles. Hier wonen al mijn vriendjes zo in de buurt. Dat is een hele plezier gebeurd. En als we dan echt zin hadden om uit ons bol te gaan, dan gingen we hierachter naar het Jutonplein. En daar werden gigantische wedstrijden gespeeld. Hier groeit hij in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw op. En mijn vader reed in een Volkswagenbusje. Daar stond in grote letters op, kijk, daar gaat Van Eyck. Zo'n slogan die zomaar kan verzinnen. En hij plaatste kachels. En dat heette dat hij kachelsmid was. Wil ik eerst even twee details? Als jij neemt, woon je op de tweede. Tweede, oké. Okay. Dan wonen we op de eerste etage. Okay, de sfeer, de stemming, het enthousiasme wat hier in deze buurt leefde. En zeker optimisme ook wat in deze buurt leefde. Van we gaan toch wat maken van ons leven. Ja, dat is me altijd wel bijgebleven. Zijn journalistieke carrière begint bij de Haagse Courant. Een van de eerste echt grote klussen is het verslaan van de gijzeling in de Franse ambassade aan het Haagse Korte Voorhout in 1974. Daarna gaat hij naar het journaal. De overstap naar de politiek vindt hij niet vreemd. Journalistiek is een prachtig vak. Ik heb het bijna 40 jaar gedaan met heel veel plezier. Maar ik heb er heel veel geleerd, heel veel gezien, heel veel meegemaakt. En ik ben eigenlijk een moment in mijn leven gekomen dat ik vind, ik wil er zelf ook wat aan doen. Ik wil er zelf mee aan de slag gaan. En daar is de politiek voor. Journalistiek kijkt, beoordeelt, is kritisch. Politiek kan je, zeg maar, gaan werken aan de samenleving. En dat is iets wat ik nu per se wil gaan doen. En die jongen uit de Vaarheidstraat in Den Haag, zoon van een kachelsmid, kan die dat veranderen? Wat ik daar geleerd heb in die Fahrenheitstraat is sociaal zijn. Het was een hele sociale buurt. En mijn vader was van simpele afkomst, maar ik heb kansen gekregen door mijn ouders hard gewerkt hebben. De samenleving mij tegemoet trad om de kans te geven die ik wilde gebruiken. En dat wil ik eigenlijk doen voor alle mensen die op dit moment aan de zijlijn staan of niet helemaal meedraaien in de samenleving. Kansen geven. Of je ze benut is jouw keuze, maar kansen moet je krijgen in je samenleving.